Deze beschouwing die gaat over Pat Condell en Stephen Hawking. <laughs> <laughs> Pat Condell die leeft nog en Stephen Hawken, Hawking die, dacht ik overleden. Wat even tegenwoordig zo leuk. Je kan alles onmiddellijk opzoeken hè, op internet toch? Stephen, ja, en dan Hawking theoretical nou? physicist, ja. ja, hij is in maart dit jaar, in maart vorig jaar is hij overleden. Hij heeft gezegd dat zwarte gaten, dat die toch nog iets naar buiten toe uitstralen. Dus, uh, ja, het is alleen maar theoretische natuurkunde. Hè. Op zich vind ik dat een rare wetenschap. Hoor. En waar het op neerkomt, is dat kijk, de natuurkunde is gegrond op experimenten. Empirie. En dan ga je modellen bouwen en ja, die modellen die bouw je met behulp van wiskunde. Uh, en wat je ook kan gaan doen is dat je zegt, nou ik ga alvast een model bouwen en dan gaan we later wel een experiment verzinnen om te laten zien dat dit model klopt. <laughs> dat is de theoretische natuurkunde. Nou, ja, het moet je hobby zijn. Maakt me verder niet uit hoor. Maar Steven Hawken, die werd aangehaald door Pat Condell. En Pat Condell, ken je die? Steven Hawken denk ik wel hè? Die man die heeft uh, een of andere nare ziekte heeft hij. Oké, okay, maar, wat dat? ook weer? ALS, ja ALS. amyotrofische laterale sclerose. Hij, had een, hij kon dan spreken nog via een uh, zo'n dingetje aan zijn keel. Dat is ook heel zielig, uh. In 1963 had hij al die diagnose gekregen. dat het niet goed met hem zou gaan. Ja, dat was wel zielig, natuurlijk. Hij is wel heel beroemd geworden. Maar hij ja, bracht zijn dagen door in een rolstoel. Ik heb wel eens wat van hem gelezen. En ik heb ook een. Een debat, er was een, er was een verslag van gemaakt, een debat tussen hem en een man en die heette Weinberg. En dan ging het over de toekomst van het universum. Al de vraag was dan, wordt het één groot zwart gat? Dat dacht dan Stephen Hawking. Of wordt het een meerderheid van zwarte gaten? En dat dacht Weinberg. en dan allebei dan uh, ja lekkere schermen met uh, wiskunde de uitslag van dat symposium was uh, 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 remise of zo <laughs> geen van beiden had echt gewonnen ja ja we kunnen moeilijk afwachten tot het universum eindigt om te kijken wie er gewonnen heeft hè dus, uh... Nou, dat is een beetje het punt met theoretische natuurkunde, dat het niet echt te controleren valt. Zeker in dit geval niet, als je het erover gaat hebben van hoe gaat het universum aflopen. En ja, je kan voor allebei de scenario's kan je een stuk wiskunde optuigen natuurlijk. Maar goed, dat is de Stephen Hawking en Pat Condell. Ik weet niet of je die kent. Dat is een Pat van Patrick, P-A-T, en dan Condell. Maar dat zeg je eigenlijk zoals je het, uh, een schrijfje zoals je het zegt, maar wel met een C en uh, met dubbel L op het einde. Dat is Condell. Dat is een Engelsman. En dat was vroeger een cabaretier, een stand-up comedian. Wat hij nu doet voor zijn dagelijks leven, weet ik niet. Maar hij staat regelmatig met uh, scherpe kritieken. Met name veel politiek. Politiek en religie, daar houdt hij zich mee bezig. En zijn politieke standpunten, die onderschrijf ik 100%. Geen enkel probleem mee. Hij is weer uh, iets als rechtsliberaal of zo. Ah, zoiets ben ik ook. Ik ben niet tegen liefdadigheid. Ik ben alleen tegen georganiseerde liefdadigheid. In de zin van dat de overheid dat wel even gaat doen. Dat, dat, dat denkt de overheid iets gaan doen. Nee, 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 nee. Net zoiets als de voetballende scheidsrechter. Daar hou ik ook niet van. Een scheidsrechter die moet, die moet niet zelf gaan voetballen. Daar verpest je het spelletje mee. De scheidsrechter is puur een toezichthouder. En dat vind ik wat de overheid het ook moet doen. Alleen maar toezicht houden en voor de rest uh, niet... En alsjeblieft, ga niet aan de slag. Doe mij één ding wat de overheid kan, behalve toezicht houden. Nou, um, en, en rechtspraak. reken ik ook voor het gemak, even tot de toezichthouderij. En het gevangeniswezen ook. Anyway, terug naar meneer Pat Condel. Die is uh, politiek lekker bezig. Uh, lekker een beetje uh, zeuren over migranten en over de Europese Unie. En over de belachelijkheid van het politieke systeem. En... Ja, het is natuurlijk ook te gek voor woorden, hè, dat drie jaar geleden, het is nu 2019. Drie jaar geleden hebben die Britten gezegd we willen uit de EU. Drie jaar geleden. En wanneer gaan ze nou? He? Dat is toch te gek? Toch? Nou, en Pat Gondel vindt dat ook. Nou, ben ik helemaal met Pat Gondel eens. Die Britten willen eruit. Nou, moeten ze eruit willen. Ik wil er met Nederland ook uit. Dan was het, nou om te beginnen, betalen we gewoon geen ene rode rotcent meer aan die bureaucraten. We houden dat geld lekker in onze eigen zak. En als ze moeilijk gaan doen over die euro's, dan nou weet je wat, dan, uh, dan stoppen wij hier in Nederland met de euro. We Kunnen ons eigen geld er wat drukken? Vroeger ging dat prima hoor. Sterker nog, het Nederlandse geld het is superieur aan het Europese geld qua vorm. Nou, dan zijn we snel uitgeteld met ons geld. Doe mij het dubbeltje maar terug en het kwartje. Geniaal systeem. Stuivers, dubbeltjes, kwartjes, schulders. Rijksdaalders. En dan is de rest is briefjes. Briefje van 5, briefje van 10, briefje van 25, briefje van 50, briefje van 100, briefje van 250. Uh, geniaal man. En ook dat je uh, het, het verschil tussen een dubbeltje en een stuiver, uh, dat voel je zo. Een uh, dubbeltje en een kwartje, uh, geen enkel probleem. Een stuiver en een kwartje, dat voel je zo. Dan hoef je niet uh, te kijken naar je muntjes hoor, dat voel je in je hand. Maar doe dat maar eens even met een dubbeltje, een euro dubbeltje en een euro muntje van 20 cent. Of stuiven was dat het nou? Hou ze maar eens uit elkaar. Dat is moeilijk hoor. Hoe we hebben nou uh, die euro meuks sinds uh, 16 jaar of zo? Ik moet nog steeds kijken. Sterker nog, het verschil tussen 1 euro en 2 euro. En helaas weer dat ik even dacht af te rekenen. En iemand zei: Nee, dit is 2 euro. Dit is uh, niet 1 euro wat je geeft. Ik denk: Oh. Sorry. Ja, die dingen zijn bijna even groot, man. Met de Rijksdaalder en de gulden had je dat punt niet, dan. Een dubbeltje was lekker, uh, lekker klein. Nou, ja, de stuiver dan wat groter. En een kwartje was er lekker dik met een goede ribbelrand. En nou, we gaat er weg. Gaat er weg, lopen stoer. Maar waar Pat Condel en ik, uh, waar onze wegen uh, ja, helemaal langs elkaar heen lopen, is als meneer het gaat hebben over religie. En nou ben ik het met hem eens, dat hij zit dan te zeuren over de paus uh, regelmatig. Nou, dat vind ik prima in orde. Uh, de paus is de Babylon, dat is de antichrist. Dus uh, ja. Dat, dat vind ik uitstekend dat hij daar kritisch over is. Maar meneer Pat Condel gaat dan eventjes uh, en passant in de tussen de tussenneus en lippen door... ...iedere vorm van gelovigheid bij de vuilnisbak zetten. En dat klopt niet. En in die laatste uitzending die ik van hem zag, dat hij zei... Weer, ...ja, uh, hij gelooft dus niet in iets. En er zijn, vallen mensen hem daarop aan door te zeggen... ...ja, dan geloof jij in niets. En dan begint hij een taalspelletje met te zeggen dat nou, hij gelooft niet in niets. Hij gelooft gewoon niets. Dus ook niet in iets. Dus hij, ja, er is niets waarin hij gelooft. En er is niets waarin hij gelooft. Dus zeggen bepaalde mensen dan, oh, dan geloof je dus in niets. Hij zegt, ik geloof zelfs niet eens in niets. <laughs> en daar zit meneer Condel echt helemaal scheef. Daar komt hij niet uit. Waarbij ik ook eventjes heel fijntjes, uh, ja, meneer Condel kan dit niet verstaan, want hij is Engels sprekend, Maar uh, fijntjes zou ik tegen hem willen zeggen dat alles wat je maar verzint, alles wat je maar waarneemt, dat heeft een oorzaak. Alles. Een regenbouw heeft een oorzaak. Een bliksemschicht heeft een oorzaak. Een zwangere buurvrouw heeft een oorzaak. Alles heeft een oorzaak. En het is niet bewezen dat dat zo is. Nee, dat is zo. Sinds Immanuel Kant weten wij... dat de wetmatigheid van oorzaak en gevolg... dat die zit in ons... Kennend systeem. Ja, lastig. Maar de wet van oorzaak en gevolg, ja, die eerste. Zonder meer. Geldt voor alles. Die geldt dus ook voor alles. Alles bij elkaar. Ja, en wat is nou kijk, de oorzaak van een ruimteschip? Of de oorzaak van de maan? Of de oorzaak van, zeg maar... Ja, dat, dat komt dan van iets, hè? Maar de oorzaak van alles bij elkaar, dat komt niet van iets dat wij kennen. Dat kan niet. En dan haalt meneer Condell, die haalt er dan Stephen Hawking bij door te zeggen van ja, yeah, het universum dat is ontstaan volgens uh, het model van Stephen Hawking. Ja, dat vindt Pat Condell dan. Dat vindt meneer Heiberg, uh, Weinberg, uh, helemaal niet. Maar Stephen Hawkins zegt dan, er was ooit een uh, grote knal. Ja, waardoor die grote knal kwam, dat weet meneer Hawkins dan ook niet. Maar meneer Hawkins zal dan zeggen, ja, als er geen grote knal was, dan was er geen universum. Dus een universum kan dan in mijn model met een grote knal. En daarom was er een grote knal. Want anders werkt mijn model niet. Ja, het is flauw wat meneer Hawking doet. Hè? Maar dan gaat hij dus uit van een gratis grote knal. Dus je hebt niets en dan dat niets, dat eh, krijgt een grote knal. Dan denk ik, ja, kan het nou? Het Niets doet een grote knal. Maar dan moet je even overheen stappen, want dan is het nu een keer zo volgens Stephen Hawking. Dus Stephen Hawking zegt dat het niets, eh, gewoon helemaal niks, 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 niks. Hè? Dat had een hele grote knal. En wat hield die knal in? Nou, toen was er plotseling van alles. oei. Nou, zegt meneer Hogan, of zei hij dat, hè? Uh, nou, en om dat dan eventjes in kwiskunde op papier te zetten, nou, dat heb ik gedaan. En ja, daar komt het woordje God niet in voor. Nee, dat lijkt me nogal dus. want in plaats van dat hij het woordje God gebruikt, gebruik hij het woordje grote knal. Uh, meer kan ik er niet van bakken, hoor, wat meneer Stephen Hogan doet. En een pet Condel zo... Ha, 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 ha. En daarmee heeft Stephen Hawking laten zien... dat het hele universum alleen maar afhankelijk was van een niets... en het kreeg een grote knal. En uh, ja, daar hoef ik niet in te geloven... want uh, Stephen Hawking, dat is een wetenschapper. Ja. Stephen Hawking heeft natuurlijk nooit meer gedaan dan uh, fantaseren over wat het geweest zou kunnen zijn. Van, nou, dan heb ik dus uh, niets. Ja, als ik alleen maar niets heb... En, uh, en er gebeurt helemaal niets met het niets... ja, dan heb ik nog steeds niets. Want uh, niets zonder dat er wat gebeurt... ja, is nog steeds niets. Want dat, 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 hè? Dus er moet iets gebeuren. En dat noem ik dan een Big Bang. Een grote knal. Ja, en dan gaat hij fijn fantaseren. Want, oh ja, heb je een grote knal? En uh, nou, kijk hoor... heb ik een niets uh, met een grote knal... en uh, ja, wat heb ik allemaal nodig... Ja, dan is dit er en is dat er en dan heb ik deeltjes. Dan heb ik materie. Ja, ja. Om het nog droeviger te maken... Um, Stephen Hawking die laat dan zien dat je als je niets hebt... en je hebt een grote knal in het niets... dat het, het niets gaat heel groot knallen. Uh, dat kan dus, volgens Stephen Hawking. Dat zal wel moeten, volgens Stephen Hawking... En dan, volgens zijn model dan, en dan heb je allemaal materie. Ja. Yeah. Nou, laten we eens even dat, dat begrip knal. Stel, je, je laat hier in Arnhem een hele grote knal plaatsvinden, een hele grote explosie. Dan zit heel Arnhem onder de rotzooi van de explosie. Net als het niets toen de grote knal was, was er allemaal materie. Dat is vormeloos. Dat komt door die grote knal. Ja, dan heb je vormeloze materie. Maar als ik om me heen kijk, dan zie ik materie met vorm. Waar komt die vorm vandaan? Daar zegt Stephen Hawking helemaal niks over. Hij is inmiddels een overleden, dus hij kan het ook niet meer afmaken. Maar ik kan je er ook achteraan vertellen dat meneer Hawking er helemaal geen punt aan kan zuigen. Dat is voor hem gewoon onmogelijk. Het is al een hele prestatie dat hij voor elkaar heeft gekregen dat je een iets kan hebben als gevolg van een niets met een grote knal. Dus, eh, niets plus grote knal geeft iets. En dat is het model van Stephen Hawking. Maar dat iets wat je dan krijgt na zo'n grote knal, dat is formeloos. En waar komt dan de forum vandaan? Ik heb al een leuk filmpje op, uh, ingesproken. Ik moet het nog uploaden. En dat gaat over het principe ordo ab chaos, Dus orde uit chaos. Dat gebeurt hier in mijn woning. Dat gebeurt hier door mij. Ik heb een hele tijd heb ik mijn woning laten verslonsen. Omdat ik het veel te druk had met het... Uh, netjes leeg drinken van uh, allemaal uh, bierblikken. En al, het, uh, al, de, al de wiet die ik kocht, die moet ook netjes opgerookt worden. En ook al die tabak vond ik dat het nodig was. En al die... Ja, dat was wel heel erg ordelijk wat ik deed. Om van die volle blikjes netjes lege bierblikjes te maken. <laughs> maar mijn woning werd er behoorlijk smoetzig van. Zo zouden de Duitsers zeggen. Nou, ja, inmiddels is dat niet meer. Nog niet helemaal klaar. Kleine stukjes moet ik nog doen. Ik heb vandaag weer wat gedaan. Lekkere nieuwe dingetjes aan het glansen. Mijn woning, als ik daar niets aan doe. dan wordt hij alleen maar smoetsiger. Daar hoef ik echt niks aan te doen. Allemaal insecten die naar binnen vliegen. en die sterven hier dan een mooie dood. want ik sla ze niet dood. En die insecten die komen hier voor een. Uh, ja, een soort, uh, hoe noem je dat? Een hospitium. Ja. Ik heb hier nou een, een mug binnen. Ja, die... daar heb ik echt geen last meer van. Hoor. Een hele oude mug, man. Laat hem maar lekker... Bzz, 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 bzz. Ja, en dan ligt er weer eens een dode mug, ja. ja. Kortom, mijn woning wordt vanzelf uh, rommeliger, vieser, chaotischer dus. En dan kom ik weer met mijn spons en mijn, mijn lap. En dan maak ik alles weer ordelijk. Nou, ik doe dat dus en ook organiseer ik dingen. Dus ik verplaats dingen niet zomaar, nee... Ik... Ik zie dan in mijn boekenkast, dat heb ik dus laatst gedaan. En ik denk: wat rommeltjes zou zeggen in die boekenkast? Al die boekjes die je door de jaren heen verzameld hebt. En het staat maar een beetje door elkaar. En er staan ook boekjes tussen waarvan ik denk: ja, dat is een halve wetenschappelijke porno. In de zin van rotzooi. ja en Die moet eruit weg. En, nou, veel van die rotzooi boekjes weggegooid. En dan de dingen die ik overhoud, ja, die staan er netjes naast elkaar. Dat is ordenen. Dus in de chaos maak ik orde, ik. Maar niet alleen ik. Want ik heb die planten uh, bij mijn vensterbank staan. En die maken ook orde uit chaos. Want die planten die staan in een pot met aarde. En die aarde, dat is één grote chaos. Er zit helemaal geen vorm in. Het is gewoon zwarte meuk. En die planten die vinden dat helemaal niet erg. Van hoe meer chaos, hoe beter. Ik heb hier zo'n vetplant staan. En heb ik ooit een stekje gehad van mijn moeder. En die is jolig, jongen. Zo dik nettig. En al die chaos die in die pot zit, ja, die wordt iedere dag een beetje minder. Als dit zo doorgaat, dan, ja, dan moet ik een nieuwe zak met chaos halen. Want dan is die oude chaos helemaal, uh, ja. Noem het maar ver, verorderlijk, helemaal ordelijk gemaakt aan de onderkant. is die aarde ook. Dan is het geen aarde meer, dan is het alleen maar uh, zandkorreltjes. En al het organisch materiaal is opgenomen door die plant. En wat maakt die plant ervan? Nou, zichzelf. En ik heb ook een, een Bieslook staan. Zo'n zo, zo struik. Op de markt gekocht voor 1,50. Nou, die marktkooplui, die denken dan dan komt Peggy zeker iedere maand komt hij een nieuw potje halen. Nee, ben jij hem af. Ik had het gehaald en dat mijn dochter kwam eten. Zij wilde graag uh, dat ene kruid eten. Maar van die sprietjes zonder blaadjes en dat begint met een K. Dat was even een puzzel van mij. Toen dacht ik, oh, maar wacht eens even. Bieslook. Ja, zei ze, Bieslook. Ik zei, ja, dat begint niet met een K, dat eindigt met een K. Oh ja, zei ze. Ik had het even omgedraaid. Ja. Nou had ik zo'n potje gehaald. Ja, maar die Bieslook, inmiddels? Oh man. Nou, ik hoef voorlopig geen Bieslook meer te halen op de markt. Ik kan voor maanden vooruit, hoor. Nou, je gebruikt het ook niet elke dag natuurlijk. Ik heb vandaag even weer de, de keukenschaar erin gezet. Net als dat je haren knipt. Nou, die bieslook die groeit wel door. Waar komt dat vandaan? Daar zegt meneer Stephen Hawking zijn theorie helemaal niks over. En de Bijbel wel. Want de Bijbel zegt dat alles wat er is, geschapen is door God. Waaronder de planten en la 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 la, en de dieren en de mensen. En die planten, dat is, het is de wil van God dat die planten groeien. Het is de wil van God dat die planten orde maken uit chaos. Kijk, en dan heb je het plaatje rond en dan snap je alles. En dat Pet Condel dan uh, loopt te zeuren over die georganiseerde religies. Die weer eens wat uitgespookt hebben. Ja, dat is ook allemaal. Dus ik, allemaal, ik wil daar niet. Uh, ik doe er zelf ook niet aan mee. Ik lees mijn Bijbel en uh, nou, dat zit. Ik ga niet naar een kerk of zo. Dus ik voel me niet aangesproken als hij een of ander kerkgenootschap loopt af te zeiken. Meneer Condel dus. Hè? Maar wel als hij zegt dat de inhoud van de Bijbel nergens op slaat. En dan helemaal niet als hij gaat lopen beweren dat Stephen Hawking alles al heel netjes heeft verklaard. Stephen Hawking heeft helemaal niks verklaard als je het hebt over hoe planten, hoe ik, hoe materie orde uit chaos kan maken. Dat druist namelijk in tegen de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Punt. Nou, ik uh, denk dat ik het goed heb toegelicht wat ik, uh, waar ik Pat Condell gelijk in geef. En waarin ik helemaal met hem van mening verschil. Dus wat is dat nou? Wat is dat? Het... Je kan niet zomaar alles zeggen en dan een beetje ha 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 ik ben een cabaretier. Ja, het moet wel ergens op slaan hè. Kijk, een God is niet een iets. Maar dat staat ook in de Bijbel. Ja. Dat is allemaal al lang opgelost. Immanuel Kant kwam er al mee. Het hoofdwerk van Immanuel Kant, de kritiek der reinen vernoemd, waarin hij gezegd heeft, daarom moest ik het weten opheffen om plaats te maken voor het geloven. Immanuel Kant, 1781. Iedereen viel over hem heen. En er is niemand geweest in die... En dat boek is nou 240 jaar oud. In die 240 jaar is er niemand geweest. die ook maar een jota van de kritiek. de Reiner van Noems. of de kritiek heet het ook al. die iets van de kritiek heeft verlegd. ja. En als ik jou was, zou ik het niet gaan proberen. Want ik weet zo ongeveer wat erin staat. En dat klopt. Dus. Georganiseerde religie hoeft van mij niet. Mag van mij wel. Als je het leuk vindt, als je het gezellig vindt. Ik had vandaag twee Jehovah's Getuigen op bezoek. En die gaan dan van deur tot deur. En dan overal een beetje aanbellen. En dan mensen confronteren met de Bijbel. En. Uh, Ah, ja, dat ja, is helemaal leuk. Uh, ja. Ja, je preekt voor eigen parochie. Je, je zit een beetje te preken tegen het koor. Doen een beetje lachen. Ja, want ik, ja, ik ben al een bijbelgelovende. Nou, ze respecteert het feit dat ik mij hou bij de King James. En dat ik los daarvan uh, de NBG, de Nederlands Bijbelgenootschap, vertaling uh, in huis heb. En ik heb een statenvertaling. En bij twijfel val ik terug op de King James. Ter controle, altijd. Ja, als ze goed was, altijd. Nou, daar hadden ze respect voor. Nou, Dan ben ik toch klaar. En dan mogen hun lekker eh, elke zondag naar de Koninkrijkszaal. Dan moeten zij lekker weten. Aardige jongens waren dat. Die vallen niemand lastig. Ja, toch. Hier. Maar het is wel gevaarlijk. Het is, uh, die georganiseerde religies. Hè? Daar zit een minpuntje aan. Hoor. Maar daar ga ik het een andere keer over hebben. Ja? Dan mijn. Uh, daarin, waarin ik dus weer aan de kant van Pat Condell sta. Met georganiseerde religie. Is... Ja. Maar voor een deel. Denk ik toch dat het. Maar er zijn vormen van georganiseerde religie. en dat gaat me veel en veel te ver. En dat mag ik niet. Daar hou ik niet van. Ja? Nee, uh, reuze bedankt naar het luisteren. voor het luisteren naar deze uitzending. Uh, over Pat Condell en uh, Stephen Hawking. <laughs> en op zijn hamburgers. zeg ik tjus en dag lieverds.